Het Zanderingplein in Rotterdam-Feyenoord. Op deze plek staat sinds 2012 het Slag. Een modern gebouw met allerlei wijkvoorzieningen. Maar dat Slag bestond al veel langer. Vanaf de jaren 60 was het een gereformeerd jeugdhuis. En vanaf de late jaren 40 was al actie gevoerd voor het nodige geld en een stukje grond. Op zaterdag 9 mei 1959 kon dominee Evert Masselink eindelijk burgemeester van Walsum ontvangen met zijn vrouw om de eerste paal te slaan. Een optocht van schoolkinderen en het muziekkorps RZ, Rotterdam-Zuid, bracht dwars door Zuid op een karretje de eerste paal naar het bouwterrein aan het Zanderingplein. Er was veel bekijks. Je kon aan de mensen zien hoe trots ze waren dat de bouw kon starten. Na de oorlog was bij de gereformeerden in Rotterdam-Zuid grote behoefte aan een eigen ruimte voor het jeugdwerk. Er kwam een commissie, eerst onder leiding van dominee Mulder en vanaf 1948 van Evert Masselink. Het zou nog tot 1957 duren voordat de gemeenteraad de grond toewees en het ontwerp klaar was van architecten Zwaneveld en Goslinga. Maar helaas, de kerkenraad vond het te duur en het plan moest worden aangepast. Mevrouw Masselink schreef in de kerkbode over gulle gevers, collectes, geld uit feestbusjes of verdiend met babysits, oud papier en zegeltjes van perceel waspoeder. Je kon zelfs grond kopen, 2 vierkante meter voor 100 gulden. Dominee Bos met de officiële eerste steen die dominee Masselink gaat leggen, want hij was de man die eindeloos bij het gemeentebestuur heeft lopen drammen om daar te mogen bouwen en die al het geld bij elkaar heeft gesprokkeld. Hij was er een meester in om mensen enthousiast te maken voor het slag. Er kwam een heel scala aan acties en directe giften. Dominee Masselink was niet alleen de drijvende kracht achter de voorbereidingen, maar hij bleef dat ook na de opening van het gebouw. De exploitatie moest betaald worden uit de horeca in het pand. In de jaren 60 ontwikkelde het slag zich van gereformeerd jeugdhuis tot een plek voor iedereen in de buurt. Naast clubs en filmvoorstellingen voor de jeugd werd het gebouw gebruikt door zangkoor De Slagzingers en voor bruiloften, partijen, Sinterklaasfeesten, toneelvoorstellingen en ook rouwdiensten. Het maatschappelijk werk hield er spreekuur en de winkeliersvereniging Boulevard Zuid vergaderingen. Toen het economisch slechter ging, is het gebouw verkocht aan een partycentrum. In 2010 is het oude slag gesloopt om in 2012 te herrijzen als een modern en markant centrum voor zorg en welzijn.